best uit voor ons begint een beetje teleurstellend, omdat in de warming up wordt onze keeper een beetje door een aantal supporters daar achter de doel. Jammer dat ik dat moet zeggen, supporters, omdat over het algemeen onze supporters zijn gewoon top en altijd achter ons staan. Is die bijna in de halve warming up wat hij naar binnen lopen. En dan hebben we hem tot rust gebracht en heeft hij uitstekende wedstrijd gekiept. Hij was gewoon man of the match. Daar ben ik ook blij mee. Maar als trainer, goed, als je 3 minuten voor tijd doelpunt tegen krijgt en dan zie je jouw ploeg. En in de eerste helft heeft één vrij trap weg, die heeft onze keeper uitstekend gepakt. Ik moet eerlijk zeggen, zonder de namen noemen, een paar belangrijke spelers van AZ en beste spelers, dragende spelers, die heb ik niet gezien in de eerste helft. Hebben we als team goed gedaan. Wij weten wel dat het AZ gewoon een veel beter elftal is. Gewoon top 5 of top 6 elftal van de Eredivisie. Stonden we goed, hebben we een paar goede momenten gehad, niet 100% kansen, maar oké, een paar momentjes. En dan vind ik, in het moment dat het Jan Ambachs van links naar rechts ging, toen ging kantelen voor ons. Dat was echt een hele zware wedstrijd, hij maakte een paar goede acties. En pijnlijk is dat je 3 minuten voor tijd krijgt. Ik snap ook dat het AZ was gewoon bovenliggende partij geweest. Met name in de laatste 20 minuten of 30 minuten van de tweede helft. Zij hebben uitstekende voetballers. Alleen maar ik heb vandaag wel gezien een ploeg die keihard heeft gewerkt. Die alles aan gedaan heeft dat we gewoon maximaal haalbaar hebben. Wat er vandaag is geweest was 1 punt. En dat was voor ons gewoon een gigantisch punt geweest. Om na de wedstrijd die we daarna hebben zondag, was gewoon echt een prima punt voor ons geweest. Ik vind dat het niet kan en het is niet voor de eerste keer dat we zulke doelpunten krijgen. Maar goed, blijf voetbal en het is een sport waar de mensen fouten maken. Dat vind ik echt jammer, omdat als je voorsprong van 3-4 meter hebt, dan mag je niet uitgespeeld worden. En dat is wel gebeurd. Goed, moeten we door, moeten we verder. Het is gewoon een zware avond voor ons en morgen denk ik ook. En dan vanaf dinsdag moeten we ons voorbereiden voor de kraker volgende week in onze gebied. Ik heb heel veel positieve dingen gezien, maar dingen die kan echt veel beter en moeten beter. Selko, dat akkefietje met Setkoes, is dat nog ook beland bij zijn teamgenoten vooraf in de kleedkamer? Als een teamgenoot daar ook weet van? Ja goed, onze keeperstrainer heeft moeite gehad om dit te accepteren. Hij moest dan gewoon van de halve weken van de warming up weer overtuigen dat hij gewoon doorgaat. De vraag was of zijn teamgenoten daar weet van hebben. Ja, natuurlijk weet iedereen. Maar goed, hij heeft geweldig gereageerd en dat is al het belangrijkste. Kijk eens, je hebt overal een paar mensen die tegen of voor jou zijn. Maar dat vind ik jammer voor de wedstrijd. Dat vind ik jammer. Nog een tweede vraag. Je start met Marenko in de basis. Waar iedereen ook eigenlijk toch wel eens een Becker had verwacht. Van waar die keuze? Ja, omdat Marenko heeft keihard een aantal weken heeft hij tegen Telstar hier, waar we ook niet goed hebben gespeeld, maar wel gewonnen. Heeft hij toch assistje. Ik vond hem vandaag ook goed spelen. Het is gewoon niet makkelijk. Voor Marengo voorin, omdat wij missen gewoon een bepaalde aantal kwaliteitsspelers. Dat ga ik niet meer omdraaien. Dat is eenmaal zo. En dan in die opstelling wat die Marengo vandaag heeft gespeeld, heeft gewoon keihard gewerkt, goed gedaan. Door plan zag je keihard werken. Mike Havenaar, ongelooflijk keihard. Iedereen heeft gewoon best gedaan. Alleen maar ja, soms is dat niet voldoende als je tegen betere tegenstander speelt. Soms win je deze wedstrijd of pak je punten tegen mindere tegenstander. Alleen maar als je tegen goede ploeg speelt, ja, dan word je gestraft. Omdat, vind ik in mijn ogen, die doelpunten, dat mag niet gebeuren.